Macro met Mujagic. Het macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Er is veel geld weggehaald bij Europese banken, blijkt uit onderzoek, meen ik, van de door jou zo geliefde ECB. Ja. Vooral in Zuid-Europa. Ook iets goeds. Ja, want dit is in ieder geval goed onderzoek, begrijp ik. Is het ook goed nieuws? Het is goed om te weten wat er gebeurt met ons geld. En het schijnt dat er in februari netto 71 miljard verschoven is. Ja, dat is nogal wat. Het zwaartepunt ligt in het zuiden van Europa. En dat is eigenlijk ook heel logisch als je kijkt naar wat de redenen zijn voor deze schuiving. Die zijn er eigenlijk tweeledig. Eén, mensen nemen geld op omdat ze het nodig hebben om rond te komen. Nou, het inkomen per hoofd in het zuiden van Europa is doorgaans lager dan in het noorden van Europa. Dus je kunt je voorstellen dat men dat geld harder nodig heeft. En de tweede reden heeft alles te maken met de onrust in de bankenlandschap van de afgelopen tijd. Mensen maken zich zorgen over wat gebeurt er als mijn bank er niet meer is. En dan heb je het vooral in de sfeer van mensen of partijen die spaarrekeningen hebben met meer dan 100.000 euro, die gaan het verspreiden. Of van de betaalrekening gaat het geld naar spaarrekening. Want sinds een hele lange tijd krijg je gewoon rente op je spaarrekening. Nou, maar dat hangt ook wel vanaf waar je woont. Dat hangt er ook vanaf waar je woont. En wij hebben het hier in dit programma heel vaak gehad over het belang van concurrentie. En misschien blijft dat toch een beetje abstract. Maar soms dienen zich hele mooie voorbeelden aan. En vandaag is zo'n dag, Thomas. Ik kwam op een Duitse website tegen dat ING Deutschland, die gaat vanaf deze maand zowel nieuwe als bestaande rekeninghouders 3% rente geven op spaardeposito's met een looptijd van 6 maanden. Als je even naar de website van ING Nederland kijkt, dan kun je ook een spaardeposito afsluiten. Krijg je in de buurt? Krijg je 1,55% met een looptijd van 3 jaar. Dus dezelfde bank, 2 verschillende landen. Wat heeft dit met concurrentie te maken? Nou, alles. Want als je kijkt naar het aantal inwoners in Duitsland en Nederland, Duitsland heeft een factor 4,5 meer inwoners. Als je kijkt naar het aantal banken, bij ons zijn er iets meer dan 80 banken en in Duitsland bijna 1500 banken. Dat is gewoon concurrentie, onder andere concurrentie om het spaargeld. En dan gaat de rente omhoog. Nog even heel kort, want zo'n bericht over mensen die geld van de bank halen, dat leidt ook tot reacties van mensen die zeggen, nou, ik ben er ook zo enorm. Pinnen, dan is het tenminste van mij, dan bewaar ik het thuis wel. Dan is de overheid er niet meer bij betrokken of de bank er niet meer bij betrokken. Het is mijn geld, ik zet het om in goud of in zilver. Snap je dat soort skepsis? Ik snap dat, maar ik wil er meteen even bij zeggen, dit is wat je heel vaak op sociale media hoort. En over het algemeen is de groep die dit doet het meest mondig daarover. Maar ik heb niet het gevoel dat het representatief is. En als je naar deze cijfers ook kijkt, het gaat vooral om verschuiving van gelden. Het gaat om het gebruik van het geld om rekeningen te betalen. En eigenlijk heel weinig over geld fysiek van de bank afhalen, omdat je bang bent voor het een en ander. We gaan naar de olieprijs. Daar is al veel over gezegd, naar aanleiding van dat tamelijk plotselinge besluit van de OPEC+. En toch wil jij er weer, jou betaamt, een nieuw licht op werken. Nou, je kunt het daar hebben over de gevolgen op de langere termijn, maar het is ook heel vaak heel dicht bij huis. De OPEC-plus-landen die hebben besloten om de productie van olie verder te reduceren. Dat betekent dat er minder olie op de markt komt. En je ziet het meteen aan de prijs van olie. 2-3 weken geleden nog ongeveer $70 per vat. Inmiddels $85 per vat. Dat heeft gevolgen. Niet zozeer voor economische groei, want de economie wordt gestimuleerd van alle kanten. We hebben nog een soort overloopeffect van vorig jaar. Dus de economie kan dit wel aan. Maar voor inflatie kan dit wel degelijk gevolgen hebben. Want we hebben het eerder in deze uitzending gehad over de hulp van wiskunde. Dus de olieprijs van nu is vergeleken 12 maanden geleden. Dat zou komende maanden geweldige neerwaartse druk op inflatie geven. Dat blijft ook zo. Want de olieprijs in het voorjaar van vorig jaar was een beetje $100, $110. Maar de kracht van die neerwaartse druk neemt hierdoor wel af natuurlijk. Dus die daling van inflatie die gaat door komende maanden, maar wordt veel minder
prominent dan wat we eerder hadden gedacht. En dat levert, die combinatie levert eigenlijk, ja, het is toch een soort nachtmerrie in het kwadraatscenario van centrale banken. Want het is niet zo dat die economie zodanig wordt geraakt dat ze kunnen zeggen, nou, we gaan stoppen met verhogen van de rente. Maar omdat de inflatie veel minder hard gaat zakken en misschien die slow motion inflatie hardnekkiger wordt, worden ze eigenlijk gedwongen te doen wat ze afgelopen weken heel duidelijk tussen de regels door hebben gezegd wat ze niet willen doen, namelijk doorgaan met renteverhoging. Jij vindt toch per definitie dat de ECB en de Fed er nog niet zijn? Dus ze krijgen zeker een extra stimulans om dit pad te volgen. Het doet er niet toe wat ik ervan vind. Opvallend, want je bent morgen weer uitgenodigd. Nou, maar wat er wel van ertoe doet is dat zowel de Fed als de ECB in maart heel duidelijk hebben aangegeven, jongens, als het even kan, we willen niet doorgaan met renteverhogingen. Nou, zo'n besluit van OPEC en de gevolgen daarvan, maken die toch een hele kleine kans op zachte landing, weet je, dat je de rente net voldoende kunt verhogen zonder dat het tot een ramp leidt, maar wel inflatie afremt. Die kans was heel klein en wordt door het besluit van OPEC Plus nog kleiner. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.